rijden, die zal het zeggen. Guy Thibault van Canada. Teleurstellend op de 500 meter toen hij van Jan Ikema een pak slaag kreeg. Beschrijven rit nummer 4. Thibault reed ooit 1.14.13. Hij is een schoolmeester uit Quebec. En hier is Dan Jansen. De man van de val op de 500 meter. De man van de hele nare familiaire omstandigheden tijdens deze Olympische Spelen. 1.13.98 voor Jansen, zijn beste tijd ooit. Jansen is ook een snelle starter. De vraag is alleen hoe die, om het maar eens met Henk Gemsen te bespreken, hoe hij het allemaal tussen de oren in orde heeft gekregen in de afgelopen dagen. Het zal niet makkelijk geweest zijn voor de leuke, vlotte Amerikaan. 16.80 over. Zo. 16.80. Waar moet je dan uitkomen? Thibault staat bekend als een goede starter. Hij gaat nu mee en zal nu gepakt worden door Jansen. Techniek aanspreekt en op de been blijft. Niet al te ver uit die baan gaat en naast die doorkomt. Hier hebben we een doorkomst van 44.02. Een rondje van 27. Jansen loopt nu weg. Kijk of Thibault inhoud heeft. Het verschil is niet te groot en nu wordt het moeilijker voor allebei, duidelijk te zien. Op zee. Ach, jongen. Oh. Thibault gaat door, maar dit is het beeld van de Olympische Spelen. Het is hard en rot en waar. Hier komt Thibault. En zijn eindtijd zal zijn 1.14.16. Zonder woorden. Daar komt Jansen aan, op het rechte end. Kijken hoe het gaat. Schaats gaat goed. Die gaat goed. Die gaat op de buitenkant van het blad en dan gaat hij door. Hij probeert nog even te herstellen. Ik heb veel drama's op sportgebied in mijn leven meegemaakt, maar dit is er echt één. En dan schrijf je drama met een kleine D hoor. Dat ook wel weer. Maar toch. Dat zal je overkomen dit. Hoe kom je hier overheen? Nick Thomas helpt hem in ieder geval. Dit zijn maatjes. In de echte zin van het woord. Feestelijk voor hem. Absoluut.